Sporten is gezond voor iedereen. Ook, of misschien juist wel als je een bepaalde beperking hebt. Maar dan is het niet altijd makkelijk om een sportclub te vinden waar je iets waar je kunt gaan sporten. Want je hebt natuurlijk altijd wat aanpassingen, wat extra begeleiding nodig. En het gaat niet alleen om de beweging. Het gaat natuurlijk ook vaak om het sociale contact dat je kunt hebben. Nou, in Leiden had je al running blind en walking blind. Dus rennen en wandelen voor mensen die dus niet zo goed kunnen zien of soms zelfs helemaal niets kunnen zien. Maar nu komt de studentenroeivereniging Jort met een nieuwe introductiecursus. En dat heet Rowing Blind. En bij ons in de studio is Lise Duivenstein. Zij is van Jort. En fijn dat je er bent. Welkom, Lise. Ja, fijn dat ik er mag zijn. Ja, en ik geloof dat dadelijk ook nog je collega Merel Adelsen komt aanschuiven. Maar die komt vanuit een college vanuit de trein, het station. Dus allemaal druk allemaal natuurlijk. Maar welkom. Jij bent de voorzitter van de Rowing Blind Commissie. Vertel, Lise, waarom willen jullie dit doen? Nou, we willen graag de roeisport zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen. Dus ook voor mensen met een visuele handicap. En dit initiatief is gekomen vanuit de Stichting Rowing Blind in Utrecht. En zij besloten om dit jaar ook uit te breiden. En dat mocht dus bij ons op Njord in Leiden. Ja, en is het dan zo dat zij jullie benaderen zo van, goh, willen jullie dat niet gaan doen? Of liepen er andere lijntjes? Ja, dat klopt. Het komt vanuit roeivereniging Triton. Dat is ook een studentenroeivereniging. Ja, en die lijntjes zijn natuurlijk best wel kort. Dus dan hebben zij ons benaderd van, hey, zouden jullie dit ook leuk lijken? En ja, natuurlijk, wij zijn altijd open voor zoiets. Dus dat leek ons ontzettend leuk. En wat, waarom denk je dat het belangrijk is dat er ook mensen met een visuele beperking bij jullie kunnen komen roeien? Nou ja, we zijn natuurlijk een studentenroeivereniging. En zoals vanzelfsprekend roeien daar alleen studenten. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om ook de roeisport uit te breiden naar mensen die niet per se studeren. Want binnen het studentenroeien is roeien heel groot, maar daarbuiten nog niet echt. Dus ja, het zou heel leuk zijn als voor iedereen de sport toegankelijk wordt gemaakt. En ik denk dat dit een hele goede manier is om dat te doen. En betekent dit dus ook dat als iemand niet student is, maar bijvoorbeeld wel een visuele beperking heeft, bij jullie kan komen roeien in dit programma van Rowing Blind? Ja, juist eigenlijk. Het is juist bedoeld voor mensen die niet per se studeren. Nou, mag natuurlijk ook als je wel studeert. Maar het is echt voor iedereen. Of je nou jong of oud bent. Als je zin hebt om een beetje te sporten en om kennis te maken met de roeisport, dan is het echt wat voor jou. Oké. En heb je al veel aanmeldingen? Of hoe groot verwacht je dat eigenlijk de aanwas zal zijn? Nou, in Utrecht bestaat het al wat langer. Dus daar hebben ze nu al wat meer aanmeldingen. Een stuk of 15, geloof ik. Maar wij hebben nog niet heel veel aanmeldingen. Omdat het echt net opgezet is in Leiden en omstreken. En dus vandaar ook dat we hier zijn om een beetje mensen op te roepen van, ken jij nou iemand die visueel beperkt is, die blind is of slechtziend en die een beetje sportief is? Dan ga vooral naar de website rowingblind.nl en daar kan je aanmelden en meer informatie vinden. Dus dat. Nou, volgens mij komt je collega daar ook aan. Wij gaan even ondertussen luisteren hoe het met het weer gaat vanavond. En dan gaan we zo verder nog even praten met Lise en met Merel over Rowing Blind. Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren en hoor eventjes of je een paraplu nodig hebt vanavond. Inmiddels heeft Lise versterking gekregen van Merel. Welkom Merel, ook in de studio van Sleutelstad. Dank. Leuk. Oh, ik had je de verkeerde microfoon opengezet. Mijn excuus. Maar je bent nu toch te horen. Mooi zo. We hadden het er al eventjes over van roeien. Nou, Lise vertelde van we willen graag de club zo inclusief mogelijk maken. Wat zie jij als het belang van dat mensen met een visuele beperking ook kunnen komen roeien bij jullie? Nou ja, het leuke is dat met deze sport, met het roeien, dat is een sport die mogelijk is voor mensen die slecht of niet kunnen zien. En dat is, daar willen we graag een soort van gebruik van maken. Dat andere mensen daar dus ook van kunnen genieten. Dat met sommige andere sporten is het gewoon niet mogelijk. En heb je gewoon ook bijvoorbeeld die visuele feedback nodig als je een balsport doet of zoiets dergelijks. En met het roeien is het zo leuk dat het eigenlijk gewoon één fysieke beweging is die je samen maakt. En dat kun je ook op elkaar afstemmen door het voelen en het luisteren naar bijvoorbeeld de stuurvrouw of stuurman. En niet alleen door elkaar te zien. Ja, dus je kunt zeg maar gewoon mee roeien. Maar je hoeft niet iedereen hoeft uit te kijken.
Nee, precies. Eigenlijk is niemand in de boot hoeft te kunnen kijken, behalve degene die de boot stuurt. Ja, degene die de boot stuurt. En soms heb je natuurlijk dat je een van de roeiers zelf stuurt, maar je hebt natuurlijk ook dat er echt een aparte stuurvrouw zit. Hoe is dat in dit geval? Wat voor soort boten gaan jullie in roeien met mensen met een beperking? Lise? Ja. We gaan roeien in een zogenaamde C4. En dat is dan een boot die redelijk stabiel ligt, waar 4 roeiers in zitten. En dan heb je 1 riem. En een stuurman of een stuurvrouw. Dus je roeit met z'n vieren. Okay. En iedereen heeft dan 1 riem. Dat is het boordroeien, noemen ze dat dan? Ja, klopt. Ja, precies. Ja. En hoe ga je mensen aanleren om te roeien? Of moeten mensen eigenlijk al een beetje kunnen roeien? Is dat het idee, Lise? Nou, je hoeft nog niet te kunnen roeien. We hebben toevallig aankomende woensdag een informatieavond waar mensen van Stichting Rowing Blind komen vertellen over hun bevindingen, hoe je mensen het beste de roeihouw aan kan leren. Want zij zijn daar echt een beetje professionals in. Want ze hebben best wel veel onderzoek gedaan naar hoe je dan iemand die niet kan zien. Want je kan natuurlijk niet laten zien hoe het moet. Je moet het echt voelen en op een bepaalde manier aanleren. En zij hebben daar best wel veel onderzoek naar gedaan. Dus daar krijgen we woensdag een voorlichting over. Dus daar gaan we nog achter komen. Ja, dat lijkt me best wel lastig. Want normaal dan zou je zeggen, kijk maar naar degene voor je. En doe maar precies hetzelfde, Merel. Hoe ging dat bij jou toen jij leerde roeien? Ja, het is natuurlijk hoe wij het leren, natuurlijk wel met een deel van het zien. Want je kunt zien hoe de ander de roeihaal maakt. Maar uiteindelijk delen we de roeihaal op in bepaalde stukjes. En bijvoorbeeld dat je je benen moet uittrappen en dan je rug erachter doet en dan je armen naar je toe haalt. En op die manier kunnen we met heel veel beschrijving en het ook helpen met de riem vastpakken en het een soort van voordoen, terwijl zij het ook voelen, kunnen we zo de beweging toch in hun systeem krijgen, zeg maar. Maar ja, nou ken ik dat vlot bij jullie wel een beetje. Maar dan zit je daar gelijk op het Vlietkanaal. Ik weet niet precies hoe dat heet. Maar dat is soms behoorlijk druk met bootjes. Gaan mensen dan meteen het water op en dan moeten ze het nog leren, Merel? Of hebben jullie een trucje daarvoor? Nou, de eerste training zal nog niet op het water zijn. We hebben een ergometer. Dat is een soort roeiapparaat die je ook in sportscholen kunt vinden, waarop we de haal kunnen aanleren. En we hebben de bak. Dat is een soort stilstaande roeiboot die vast zit aan het vlonder. Dus dan kunnen ze daarin met een echte riem op het water de haal aanleren, zonder dat ze van het vlonder afvaren. Ja, zonder dat ze het risico lopen een kopje onder te gaan, Lise. Ja, precies. En je zegt van, dus aanstaande woensdag kunnen mensen daar al komen. Is dat op de vereniging dat mensen dan die eerste bijeenkomst krijgen? Of is die is alleen voor jullie? Ja, dat is niet voor de roeiers. De roeiers die zullen op 10 oktober geïntroduceerd worden. Aankomende woensdag is het voor de zogenaamde roeimaatjes. Daar hebben we het nog niet echt over gehad. Maar Rowing Blind is een beetje een idee naar Running Blind, waar je het net al over had. En dat houdt in dat je dus een maatje hebt waarmee je het traject doorloopt, zeg maar. En dat is ook zo bij Rowing Blind. Je hebt een roeimaatje en dat is dan een student, een roeier van onze vereniging. En die zal dan met de slechtziende roeier of de blinde roeier het hele traject doorlopen en daarin begeleiden en alles uitleggen. Want je zei net, je zit met 4 roeiers in zijn boot en de stuur. Nou, de stuur moet natuurlijk kunnen zien. Maar zou het dus ook kunnen zijn dat er dan 4 mensen in die boot zitten met een visuele beperking, Lise? Of zeg je nou, dat gaan we een beetje mixen? Want dat is misschien wel een beetje te uitdagend om mee te beginnen. Ja, dat is wel vrij uitdagend. En daarbij komt dat we dus een roeimaatje hebben. Dus dan heb je een slechtziende roeier en een roeier. En dus ben je een tweetal. Dus in de boot zitten eigenlijk 2 tweetallen. Oké. Dus op die manier. Hebben jullie al genoeg roeimaatjes bereid gevonden, Merel? Ja, we hebben zeker veel enthousiasme al vanuit de vereniging. Heel veel mensen willen helpen en bijdragen. En dus zo'n roeimaatje worden, dus dat is zo'n vast persoonsgebonden roeier. Maar we hebben ook al van mensen gehoord die graag willen coachen. Dat doen ze altijd vanaf het fietsen, vanaf de kant. En ook die willen sturen. Dus we zouden graag ook enthousiaste roeiers willen die de roeimaatjes daarmee kunnen, de roeimaatjes heen kunnen begeleiden. Ja, dus jullie hebben zeg maar vanuit de eigen vereniging genoeg enthousiasme en aanmeldingen al. En nu is het open de vraag eigenlijk aan iedereen die misschien graag wil roeien, maar een beperking heeft en denkt, kan dat eigenlijk wel? Daarvan zeggen jullie gewoon van, dat kan heel goed, kom maar, Lise. Ja, precies. Ja, je kent natuurlijk, wij kennen persoonlijk niet heel veel mensen die blind of slechtziend zijn, maar zo'n reclame gaat eigenlijk best wel mond op mond. Dus als je iemand kent die blind of slechtziend is, verwijs diegene vooral door. Want zo proberen wij ons bereik een beetje te vergroten eigenlijk. Ja, want voor hoeveel mensen hebben jullie plek eigenlijk, Merel?
Dat hebben we eigenlijk, daar hebben we geen limiet aan gesteld. We hebben gehoord dat er vorig jaar in Utrecht 10 roeiers waren. En we hebben gekeken of wij dat of wij daar capaciteit voor hebben. En dat hebben wij zeker. Dus we staan eigenlijk open voor zoveel mogelijk eigenlijk. En dan kunnen we dat zo gaan inplannen. We hebben dan ook op de zondagmiddagen zullen de trainingen zijn. Waarschijnlijk van 2 tot 4 uur 's middags. En als er veel aanmeldingen zijn, kunnen we nog een tweede blok maken van 4 tot 6 uur bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is nog allemaal open. Ja, het is eigenlijk relatief kleinschalig. Maar dat maakt het ook juist zo leuk, omdat je dan iedereen kent en lekker met iedereen kan babbelen. Ja, en voor hoeveel keren is dat dan? Want ik zei al, ja, het is een soort introductiecursus. Lise, hoeveel zondagen zijn mensen hier dan mee zoet, zullen we maar zeggen? Ja, het traject bestaat uit 8 dagen, 8 zondagen van oktober tot en met december. Want na december wordt natuurlijk winter en dan is het een beetje te koud om te roeien. Dus in 8 trainingen wordt de Royaal eigenlijk aangeleerd. En dan de eerste training zal er ook een soort, ja, een introductiedag maken we daar een beetje van. Waarbij er ook kennismakingsspellen worden gespeeld, zodat de roeiers en de roeimaatjes elkaar een beetje kunnen leren kennen. Ja, en dat is gewoon onwijs gezellig. Ja, ja, want het sociale aspect, dat zei ik wel bij mijn inleiding, is natuurlijk ook wel belangrijk, Merel. Het gaat niet alleen om sporten. Neem aan, jullie roeien natuurlijk, maar het is ook gewoon gezellig. Ja, zeker. Voor onze vereniging hebben we sowieso dan het roeien en ook de borrels. Dus het leek ons ook leuk om dan een borrel speciaal voor de roeiers met de visuele beperking te organiseren. En bijvoorbeeld een evenement of aan het einde een leuke sparwedstrijd, waar dan een leuke barbecue of borrel achteraf is. We willen graag ook die gezelligheid die wij op de vereniging veel zien, ook op hen kunnen overbrengen. En is dit nu iets wat jullie zeggen, nou, dat gaan we een keertje doen en dan zien we wel? Of hebben jullie echt al een plan van, nou, dat gaan we wel een paar jaar volhouden, Lise? Ja, het is wel het idee dat we dit vaker gaan doen. Dus dit is echt het eerste traject ervoor. En dan zouden we misschien in het voorjaar nog een traject willen starten, als er animo voor is. En eigenlijk elk jaar zo weer. We zijn gewoon nu een commissie die dan nu voor het eerst opgericht is. En dan zouden we dat graag voort willen zetten de komende jaren. Ja, en zolang er aanmeldingen zijn, blijven jullie het doen, Merel? Ja, zeker. En ook als mensen het eerste traject zo leuk vonden, dan kunnen ze zich eventueel ook aanmelden voor een tweede traject of voor nog vaker. Want dan kunnen we bijvoorbeeld een iets meer ervaren bootje maken. Of dan kunnen we daarin gaan kijken hoe we diegene weer kunnen uitdagen op een nieuwe manier. Ik hoor het al, ambitie genoeg. Als mensen nou zich willen aanmelden of zeggen van, ik ken wel iemand, die wil ik wel helpen. Waar kunnen ze dan het beste kijken? Gewoon op jullie website, Elise? Ja, je kan het beste kijken op de website www.rowingblind.nl. En als je nog vragen hebt, dan kan je ook heel makkelijk mailen naar leiden@rowingblind.nl. En wat kost het dan bijvoorbeeld? Want dat is echt een Hollandse vraag natuurlijk. Maar wat kost het om mee te doen aan zo'n cursus? Nou, 1 training kost €7,50 en het totale traject kost €60. Okay. Dus dan ben je echt wel 3 maanden zoet ook. Ja. Ja. En dan kun je aan het eind van kun je roeien? Ja, aan het eind is het dan ook het idee dat we nog een soort wedstrijdje doen om te kijken wie het dan het beste heeft geleerd. Want ja, we zijn wel natuurlijk een sportvereniging. Het competitieve element, dat hoort er wel een beetje bij. Ja, we willen uiteindelijk ook wel winnen gewoon. Ja, precies. Natuurlijk. Hey, het klinkt allemaal hartstikke leuk. Dank jullie wel dat jullie even hier naar de studio wilden komen om te vertellen over Rowing Blind. Ik zou zeggen, als je het zelf leuk lijkt om te roeien en je zegt, ja, maar ik kan niet zo goed zien. Kan dat dan wel? Ja, roeien kan ook als je niet zo'n goed zicht hebt zelf. Er zitten altijd mensen in de boot die wel alle andere verkeer op het water in de gaten kunnen houden. En het is een hartstikke leuke en een goede sport. Heel goed voor je hele lijf. En het is volgens mij bij Njord ook altijd een hele gezellige boel. Zou zeggen, kijk even op die website rowingblind.nl en meld je aan. En als je nog vragen hebt, dan zou ik zeggen, die kun je daar ongetwijfeld ook allemaal stellen.